HET 100% product dat iedereen echt in zijn make-up tas moet hebben, is onze Loose Mineral Foundation. Een product bestaat uit 9 kleuren, dus er is keuze genoeg voor iedereen. En het geeft je een instant goed gevoel. En waarom is dat nu? Omdat we werken met 6 pure, krachtige mineralen. Mineralen zijn grondstoffen uit de natuur die je daarom heel goed en verantwoord op je huid kan gaan aanbrengen. Het eerste mineraal is ijzer. IJzeroxide wordt gebruikt om de kleurpigmenten op een natuurlijke manier te verkrijgen in deze poeder. Op hoge temperaturen ijzer gaan laten smelten, geeft een bepaalde kleurschakering en zo kunnen wij natuurlijke pigmenten gaan toevoegen aan de poeders. Een tweede ingrediënt is titaniumdioxide. Titaniumdioxide geeft een natuurlijke zonnebescherming tussen de 15 en de 20. Ook wel handig in je make-up dat hij ook wel je huid gaat beschermen. Het derde ingrediënt is mica. Mica wordt verkregen uit rotsgebergte. Een natuurlijk ingrediënt, een vervanging van talk. Hij geeft juist die mooie gloed waar we allemaal wel naar streven. En hoe meer mica, hoe hoger de dosis, hoe mooier de gloed. Vandaar ook de mooie glinstertjes die je ziet in onze losse poeder. Ingrediënt nummer 4 is zink. Zinkoxide, heel gezond voor je huid. Wat gaat hij doen? Hij gaat namelijk ontstekingsremmend gaan werken, dus voor huiden met irritaties of ook kalmerend op roodheden. Silica is ingrediënt nummer 5. Waarom stoppen we silica in onze poeder? Silica gaat het overbodige talg gaan absorberen en daardoor krijg je een soft focus effect. Het laatste mineraal dat we in onze poeder steken is bornitride, de diamant onder de mineralen. Het zorgt ervoor dat je huid heel zacht aanvoelt, maar ook dat alles heel goed hecht aan je huid, zodat je heel lang effect hebt. Nu je weet wat er allemaal in zit van gezonde ingrediënten, is het nu tijd om de kleur te bepalen. We hebben 9 kleuren losse minerale foundation. Kleur 2, 4 en 6, de even kleuren, zijn kleuren met een gele ondertoon. Gele ondertoon foundations kan je best gebruiken op een huid die wat roziger is. Dan hebben we de oneven kleuren. 1, 3 en 5. Die gebruik je op huiden die wat kleuren nodig hebben, die een beetje valer zijn en eigenlijk heel weinig roodheden hebben. Dus dit is het tegenovergestelde. Zit je er een beetje tussenin? Dan kan je gaan voor de neutrals. Nummer 2,5, 3,5 en 4,5. Voor mensen die niet extreem geel zijn, maar ook niet extreem veel kleur nodig hebben, zit je heel safe met deze basiskleuren. Hoe breng je nu deze losse minerale foundation aan? Allereerst heb je deze kabuki nodig en de rest toon ik je nu. Je kan poederfoundation gaan aanbrengen met de kabuki, gewoon droog op de huid, of je kan je kabuki nat gaan maken met Le Fixeur, zodat de dekking iets dekkender is en er meer gloed van de mica tevoorschijn komt. Ik ga eerst een keer droog doen en ik ga mijn kwast draaien in mijn deksel en dan op de huid gaan aanbrengen. Heel belangrijk is de draaitechniek typisch aan onze minerale poeder samen met de kabuki. Hoe meer je gaat draaien, hoe mooier en hoe dekkender jouw effect gaat zijn, doordat je de mica die in het product zit kapot duwt en zo de gloed vrijkomt. Wil je iets meer dekking, ga je fixing spray op je kabuki moeten zetten en dan ga je draaien met je kabuki in je deksel. En ga je techniek van daarnet goed duwen en goed draaien herhalen. Zo zie je dat je meer dekking krijgt en een sterkere gloed als je meer van glans houdt.